In Amerika is werkelijk waar alles groter. De auto's zijn groter, het land is groter, de ego's zijn groter. De hamburgers zijn groter. Alles is daar groter. Zelfs de eenden. In de Haneerspolder, oftewel de Nieuwe Dordtse Biesbos, was ik gisteren om de kleine geelpootruiter te bekijken. Maar daar dreef ook een grote tafeleend rond. Nou ja, tafeleenden die ken ik wel. Dat is gewoon een inheemse soort. Maar de grote tafeleend, dat is ook een soort uit Noord-Amerika. Gelukkig stond ik naast een vogelkenner toen ik naar die kleine geelpootruiter stond te kijken. En die wees me op die grote tafeleend. En die legde me ook uit wat de verschillen zijn met onze eigen tafeleend. Lijkt heel sterk op onze eigen tafeleend, alleen is een stukje groter. En heeft een wat hoekiger kop. En de snavel is een stuk donkerder. Wil je in draf naar die grote tafeleend om hem op je lijst te kunnen zetten? Denk er even goed na, want hij is geringd. Het is een escape. Hij is ontsnapt uit een vogeltuin. Helemaal zuiver is hij dus niet. Maar ja, het is wel een grote tafeleend.